Door de reorganisatie bij de Belastingdienst verdwijnen duizenden banen. De komende 5 jaar wordt voor 5000 mensen ander werk gezocht. Volgens de vakbonden is dat een loze belofte. En verder in het nieuws vandaag. De Algemene Rekenkamer laat niets heel van de bezuinigingen bij de AIVD. Walk along, baby. Goedenavond. Voor 5000 werknemers bij de Belastingdienst wordt de komende jaren ander werk gezocht. Door een grote reorganisatie verdwijnt een kwart van de banen. De Belastingdienst gaat meer automatiseren en daardoor zijn er minder mensen nodig om het werk te doen. Vakbonden verwachten acties. De mensen bij de Belastingdienst hebben de laatste jaren al veel over zich heen gekregen. Ik denk dat er een hele grote ophef gaat ontstaan onder de medewerkers van de Belastingdienst. En dat die 30.000 mensen die daar met ziel en zaligheid werken, ik zit er zelf ook al 32 jaar, dat die denken van de maat was al vol, het water zat me tot hier, het water komt straks tot hier te zitten en dan verzuipen we. En die gevolgen, weet u wie die draagt? Dat doen de burgers en de bedrijven. De ambtenaren in deze zaal in Utrecht wisten vanmiddag nog niet van de reorganisatie. Ongeveer de helft van de aanwezigen werkt bij de Belastingdienst. Ze zitten al 4 jaar zonder cao op een nullijn en hoorden hier van hun vakbonden dat verder onderhandelen geen zin heeft. Volgens de FNV was de actiebereidheid al groot. De sfeer wordt nu alleen nog maar grimmiger. Onrust, bijna ook ongeloof. Maar wij zijn hier bezig over de cao van de Rijksambtenaren. En daar is heel veel verontwaardiging, heel veel boosheid. Als je na 4 jaar lang nul, feitelijk van je minister, 0,5% krijgt aangeboden, dan heeft de zaal hier net uitgesproken, dat noemen we geen bot, dat noemen we een belediging. Bij de Belastingdienst werken zo'n 20.000 mensen. De gemiddelde leeftijd is 53 jaar. Voor degenen die hun baan verliezen, wordt binnen of buiten de overheid nieuw werk gezocht. Maar volgens de FNV is dat een loze belofte. Er wordt volledig gekrompen binnen die Rijksoverheid op dit moment. En die krimp duurt nog steeds voort. Dus het is eigenlijk een worst voorhouden die niets betekent. De vakbond voor belastingpersoneel denkt bovendien dat de Belastingdienst na zo'n grote aderlating onmogelijk zijn werk goed kan blijven doen. En de goede mensen die zullen als eerste uit eigen beweging vertrekken. Stel u zich eens voor, je bent een hond en je krijgt alleen maar slaag van je baas. En iedere keer slaagt hij weer en toch wil hij dat je hem liefde betoont en van hem houdt. Dat gaat niet meer lukken. De hond gaat bijten. De hond gaat bijten, die gaat van zich afbijten, die wordt vals en die wordt gemeen. En dat willen we niet, want we willen graag dienen aan Nederland. Nou, bij het Belastingkantoor in Utrecht, economieverslaggever Eva Wiesing, behoorlijk felle reacties, hè? Ja, het nieuws is nog maar vers, maar de vakbonden die worden vanmiddag platgebeld door hun leden. Mensen zijn kwaad, verbijsterd, snappen niet waarom de staatssecretaris hiermee komt vanavond. En weten gewoon niet waar ze het moeten zoeken. Echt heel boos. Maar minder mankracht dus. De komende 5 jaar verdwijnen er 5000 banen. Betekent het dat mensen dan nu makkelijker kunnen frauderen? Nee, want de ambities om fraude aan te pakken, die gaan juist omhoog. Ja, staatssecretaris Wiebes heeft sinds zijn aantreden al vaker gezegd dat hij de Belastingdienst flink verouderd vindt. De komende tijd gaat het roer om, met dus ingrijpende gevolgen voor het personeel. Bij de Belastingdienst werkt het natuurlijk al lang niet meer zoals 40 jaar geleden. Luister, voor je helpen, hè? Het was geen moeite. Daar zijn we per slotverrekening voor. Veel mensen regelen tegenwoordig hun belastingzaken online. Bijna alles is vooraf ingevuld. En er is inmiddels ook een app. Maar politiek is er al jaren grote frustratie. Staatssecretaris De Jager bijvoorbeeld, die raakte 730.000 aangiftes kwijt. Ik bied 730.000 keer excuus aan. En zijn opvolger Wekers moest stamelend toegeven dat Bulgaren hier eenvoudig toeslagen konden aanvragen. De beelden waarin dat werd getoond, dat maakte mij geschokt. Bij de Belastingdienst konden verschillende computersystemen met interessante informatie niet met elkaar communiceren. Maar na heel veel mislukkingen op dat gebied is er nu succesvol een link gelegd. De Belastingdienst weet daardoor steeds meer van u. En belastingontduikers die kunnen steeds makkelijker opgespoord worden door de link tussen de systemen. Uiteindelijk moet dat honderden miljoenen euro's gaan opleveren voor de schatkist. Maar het werk bij de Belastingdienst verandert er drastisch door.
Staatssecretaris Wiebes is nu echt van plan om door te pakken. Blijkt ook uit het vertrek van de baas van de Belastingdienst, Peter Veld. Die schrijft vandaag aan zijn medewerkers dat hij dit project overlaat aan een frisse kracht. En u krijgt steeds minder post. De bekende blauwe enveloppen spelen in de toekomst geen centrale rol meer. Als het er tenminste allemaal van komt. Dit is een mega-operatie die verschillende bewindslieden voor zich uit hebben geschoven. Natuurlijk zijn er de afgelopen jaren al flink wat stappen gezet, maar de plannen die nu klaar liggen zijn echt veel ingrijpender. Binnenkort zal staatssecretaris Wiebes ze presenteren. Nou, even ambitieuze plannen van Wiebes. Werknemers van de Belastingdienst zijn kwaad. Gaat het hem lukken met deze club mensen, de mensen die blijven? Nou, de motivatie onder het personeel is niet erg groot. Zij vinden dat de politiek steeds met nieuwe plannetjes komt die in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar zijn. Maar het idee is om 1500 nieuwe mensen aan te nemen. Jonge, hoogopgeleide IT'ers vooral. En die zouden deze plannen moeten gaan uitvoeren. Die zouden de kar moeten gaan trekken. Of dat ook gaat lukken, ja, dat weten we pas over een paar jaar. Want deze reorganisatie duurt tot 2020. Eva, dankjewel. Doortrapt en grootschalig misbruik van een systeem. Dat is bedoeld voor de zwakkeren in de samenleving. En dat alleen voor eigen gewin. Dat is wat de rechter samengevat zei over de zogenoemde Bulgare fraude. 6 mannen kregen celstraffen van 18 maanden tot 4 jaar. Ze dienden voor 10 miljoen euro aan valse huur, zorg en kinderopvangtoeslagen in bij de Belastingdienst. En die keerde ruim 5,5 miljoen uit. De verdachte heeft op doortrapte wijze misbruik gemaakt van het systeem van de Belastingdienst dat is ingesteld om grote aantallen toeslagaanvragen zo snel mogelijk te kunnen verwerken. En de Belastingdienst moet daarbij uit kunnen gaan van de juistheid van de ingediende verzoeken om zo de aanvragers zo snel mogelijk te kunnen bedienen. Op dat soort feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. De mannen organiseerden busreisjes naar ons land voor in totaal zo'n 1000 Bulgaren. Ze lieten hun straatarme landgenoten zich inschrijven bij een gemeente tegen een beloning van 500 euro en toeslagen aanvragen. En al het geld ging naar de criminelen. Van de uitgekeerde 5,6 miljoen euro is nog niets teruggevonden. De straffen tegen de 6 fraudeurs, cel van 18 maanden tot 4 jaar voor de afwezige hoofdverdachte. Ik had eigenlijk verwacht dat het wat lager zou zijn, maar zoals je gehoord heeft, zijn er nogal wat dingen verweten aan hem. Onder andere dat hij niet op de zitting was, die waarschijnlijk strafverhoogd hebben gewerkt. Wat ziet u daarvan? Ja, dat vind ik niet terecht. Ik vind, iemand heeft het recht om niet te verschijnen. Iemand heeft het recht ook om zijn mond dicht te houden, dus gebruik te maken van je zwijgrecht. En hij had al verklaard bij de FIOD, bij de politie, en ook in Turkije heeft hij verklaard, dus hij heeft wel verteld wat hij gedaan heeft. De verdachte heeft het vertrouwen dat de basis vormt van het door de Belastingdienst gehanteerde systeem ondergraven en daarbij uitsluitend oog gehad voor zijn eigen financiële gewin. En dat wordt hem zwaar aangerekend. De 41-jarige hoofdverdachte is naar Turkije gevlucht. Het OM wil dat hij zijn straf daar uitzit. De bezuinigingen bij de veiligheidsdienst AIVD laten nog jaren diepe sporen na in de organisatie. Ze zijn daarom een risico voor de Nederlandse aanpak van de terreurdreiging. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Die onderzocht de gevolgen voor de AIVD, die de ene keer van de politiek moet bezuinigen en dan even later er weer geld bij krijgt. We hebben gekeken wat doet het met een organisatie als je ze zo op en neer impulsen en signalen geeft. En dat laat diepe sporen na zich. Dat laat diepe sporen achter, gegeven het specifieke kenmerk van deze organisatie, dat het een kennisorganisatie is. En dat draait dus om mensen. Nou, ik praat verder met Ron Vreese. Hoe hard is dit rapport voor het kabinet? Nou, het staat er allemaal, als je het leest, keurig opgeschreven in dit rapport. Maar tussen de regels door lees je toch snoeiharde conclusies. Eigenlijk een lesje voor het kabinet dat je niet straffeloos tegen de AIVD kan zeggen zoals in 2012 echt is gebeurd. Je moet 1/3 bezuinigen en even later als de dreiging toeneemt van Islamitische Staat, aanslagen in Parijs. Oh nee, er moet toch eigenlijk juist veel meer geld bij. Dat hakt er behoorlijk in voor een organisatie. Mensen met veel kennis die belangrijk zijn voor de terreurbestrijding, die zijn dan weg, die moeten weer vervangen worden. Kortom, dit rapport is een flinke tik op de vingers voor het kabinet. En heeft er al iemand op gereageerd?
Ja, minister Plasterk die erkent dat het natuurlijk gevolgen heeft als je bezuinigingen zoals destijds is gebeurd aankondigt. Maar zegt hij er ook bij, ze zijn eigenlijk nooit uitgevoerd omdat de veiligheidssituatie al heel snel veranderde. Maar hij moet wel degelijk erkennen dat dit natuurlijk de AIVD kwetsbaar heeft gemaakt. De Rekenkamer zegt terecht, dat heeft wel, ik geloof het te zeggen, diepe sporen nagelaten in de organisatie. Want het is toch een omvangrijke reorganisatie geweest. Maar mag je bijvoorbeeld zeggen dat u uw dienst meer Syriëgangers had kunnen opsporen als u meer geld had gehad? Nee, we hebben op elk moment het budget gehad wat we nodig hadden om het werk te doen. Dat moest gebeuren. En het is nu 213 miljoen euro dit jaar. En dat is voor het eerst boven de 200 miljoen euro. Dus zoveel budget als er nu naar de AIVD gaat, is er in de wereldgeschiedenis daar nog niet heen gegaan. Nee, een hard oordeel dus van de Algemene Rekenkamer. Welke gevolgen zal dit hebben? Nou, in ieder geval dat het kabinet zich voortaan wel twee keer bedenkt als ze nog een keer op die veiligheidsdiensten gaan bezuinigen. Zal voorlopig ook niet aan de orde zijn. En het wordt een moeilijk debat, een moeilijke confrontatie met de Tweede Kamer. Want daar heeft met name de oppositie steeds gezegd, je kan niet straffeloos bezuinigen op een dienst als de AIVD. Dan gaat er kennis verloren. Dat is schadelijk voor de aanpak van terroristen in het land. D66 zegt bijvoorbeeld, Pechtold zegt, het kabinet moet erkennen dat het fout zat. De SP zegt, het kabinet heeft gespeeld met onze veiligheid. Nou ja. Ja, je ziet het Plasterk zeggen, die ontkent dat dus allemaal. Het wordt geen makkelijk debat voor hem. Ron, dankjewel. En vanavond in Nieuwsuur een gesprek met Rekenkamerpresident Saskia Stuyveling over de bezuinigingen bij de AIVD. Bij invallen op 6 plaatsen in het zuiden van het land heeft de politie vele duizenden liters chemicaliën in beslag genomen. Het zijn grondstoffen om drugs zoals ecstasy te maken. De politie zegt dat ze niet eerder zo'n grote hoeveelheid van dit soort grondstoffen heeft gevonden. Hier in deze loods in Den Bommel werd vandaag de grootste vangst gedaan. Er werd hier ruim 50.000 liter chemicaliën gevonden. Je kunt het zien als een soort distributiecentrum. Vanuit hier werden verschillende drugslaboratoria in Zuid-Nederland bevoorraad. De politie kwam de grondstoffen op het spoor nadat de afgelopen maanden een aantal ecstasy-laboratoria werd opgerold. Dit soort acties past in de nieuwe strategie van justitie om alle schakels in de drugsketen aan te pakken. Die nieuwe strategie die houdt in dat ook bedrijven die toeleverancier zijn, die grondstoffen leveren waar bijvoorbeeld die drugs van gemaakt worden, terwijl ze dat weten of kunnen weten, dat die ook aangepakt worden. Dus 125 agenten die op dit moment zich daarmee bezighouden om die hele keten hier in Zuid-Nederland flink aan te pakken. Volgens de politie vormt de productie van synthetische drugs een groot probleem, want er ontstaan allerlei gevaarlijke situaties. Het kan ontploffen of op een andere manier heel erg vervelend zijn voor die omgeving. En het is natuurlijk ook gewoon ecstasy, is een illegaal middel. Dat betekent dat er criminaliteit omheen zit. En als laatste nog het restproduct. Want je ziet ook heel vaak dat het restproduct bij die productie in de natuur wordt gegooid. En het gaat ook om vele duizenden liters die dus op deze manier in de natuur terechtkomen. En daarmee zitten ook de burgemeesters in Zuid-Nederland in hun maag. Zij eisen meer actie van politie en justitie. Dit is een topje van de ijsberg. De politie bericht mij dat wij al een naam hebben in het buitenland van het Columbia van Europa als Nederland. Dan lijkt me alleszins gerechtvaardigd om harder in te grijpen en dat grootschaliger aan te pakken. Die oproep doet u ook naar de politiek bijvoorbeeld? Uiteraard. De politiek die is hierin zeer belangrijk. Dus Den Haag, wees alert en help ons. Vandaag werden er geen aanhoudingen verricht. Maar de politie denkt dat dat de komende dagen nog wel gaat gebeuren. Eindelijk is hier de Sluiskiltunnel in Zeeuws-Vlaanderen. Koning Willem-Alexander heeft de tunnel geopend. En daar keken de Zeeuws-Vlamingen al lang naar uit. Want de Sluiskiltunnel vervangt de brug over het kanaal van Gent naar Terneuzen. Een bottleneck die jarenlang voor veel ergernis heeft gezorgd. Hij staat gemiddeld 23 keer per dag open. Met de opening van de tunnel is dat allemaal voorbij. Economisch is het ook nog eens goed voor een internationaal industriegebied met 5 belangrijke havens, zoals Antwerpen en Terneuzen. Ik zeg de brug staat nou dicht. Ja. En ik ben een schippersdochter en ik zeg de brug staat open. Doe je dat vaak voor? Jazeker. Bijna elke dag zelfs. Je hebt afspraken staan en je komt weer te laat. Er is waarschijnlijk geen andere brug in Nederland die zo vaak zo lang open staat als de draaibrug van Sluiskil. Precies op de belangrijkste verkeersweg van Zeeuws-Vlaanderen. Als ik een dienst heb, is dat een gemiddelde tussen de 10 en de 14 keer dat je open gaat.
Dus dat is op 8 uur. Dus als je dan maal 3 doet, dat is 30, dat is 42 keer op 24 uur. Bij de oplevering werd trots gemeld dat hij alleen open hoefde voor schepen die meer dan 7 meter boven water uitsteken. Dat waren er toen weinig, maar nu zijn het er tientallen per dag en staat de brug dus dikwijls 8 uur per etmaal open. Tot verdriet van de Zeeuws-Vlamingen die daarom unaniem blij zijn met de nieuwe verbinding door de tunnel. Nog een paar dagen en dan gaat de tunnel lopen en dan is dat gelukkig voorbij. Ja. Dan gaan we de tunnel dus, dat is makkelijk hè? En we zijn weer sneller bij elkaar. Dan kunnen we echt zeggen van nou, ik ben er over een half uurtje in plaats van over een uur. Met Zeeuwse zuinigheid kost de tunnel 300 miljoen, 25 miljoen minder dan begroot. En 6 weken eerder klaar dan gepland. 1200 meter lang, 4 baans, extra goed verlicht en tolvrij. Voor de meeste bewoners betekent de tunnel gewoon dat ze voortaan zonder oponthoud van oost naar west Zeeuws-Vlaanderen kunnen rijden. Maar voor de ondernemers onder hen betekent het meer. Economische doorstroom van isolement naar rendement. De tijd dat je moet wachten kost ook geld. Tijd is geld. En dat wil je voorkomen. En daarom is die tunnel zo'n fantastische uitkomst. En als vanaf 2018 ook de weg voor en na de tunnel 4 baans is, verandert Zeeuws-Vlaanderen van obstakel in sterke schakel in Nederland Transportland. De tunnel gaat zaterdag open voor het verkeer. Zeker 16 doden en 60 gewonden bij een brand in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Een appartementencomplex van 16 verdiepingen is volledig verwoest. De buitenkant van het gebouw was behangen met plastic panelen, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer had moeite om het enorme pand te blussen. Bewoners moesten daardoor lang wachten tot ze gered konden worden. En dan hebben zij nog geluk gehad. Voor veel andere mensen kwam de hulp te laat. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van GroenLinks-leider Bram van Ooyik. Vorige week maakte hij bekend dat hij het stokje overdraagt aan Jesse Klaver. Ik weet zeker dat er met jouw positieve instelling en oprechte betrokkenheid bij wat er gebeurt in de wereld nog veel moois op je pad zal komen. Het gaat je goed. De burgemeester van Kerkrade, Jos Som, krijgt politiebeveiliging. Volgens de regionale zender L1 wordt hij bedreigd, vermoedelijk door leden van Hells Angels. De burgemeester sloot vorige week een pand van die motorclub. De politie heeft voor zijn huis een bewakingspost neergezet. De Marokkaanse politie maakt zich nog steeds schuldig aan martelingen, dat zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn tussen 2010 en 2014 173 mensen in een Marokkaanse cel gemarteld. Volgens Marokko komen dit soort martelingen niet meer voor. En op onze site de verhalen van slachtoffers van mishandeling door de Marokkaanse politie. Zoals dat van studentenactivist Boubker Hadari. Hij vertelt dat hij werd gearresteerd toen hij het dak van de faculteitsbibliotheek bezet hield. Hij werd in elkaar geslagen en van het dak gegooid. Te lezen dus op nos.nl. Een historische ontmoeting in Ierland. Prins Charles heeft daar de hand geschud van een vroegere aartsvijand van de Britten, Gerry Adams. De leider van Sinn Féin, eerder de politieke tak van de IRA. Tot 1998 probeerde de IRA de hereniging van Noord-Ierland met Ierland af te dwingen met talloze bloedige aanslagen. Het gebeurde tijdens een receptie op de Universiteit van Galway. Een geplande ontmoeting, maar toch wat zenuwen. Dan het handen schudden en de heren wisselen ook wat uit. Maar wat, dat weten alleen zij. Van tevoren zei Adams dat hij vooral vooruit wil kijken. There's been a lot of hurt. And thankfully all of that and conflict is behind us, but the hurt isn't behind us. And I'd like to think that today's engagement will be a symbolic but also a practical step of facing into the future. Prins Charles had voor de receptiebezoekers vooral veel beleefde vriendelijkheid. The chance of plenty of good jokes and laughter make the whole difference to life. You have a wonderful spirit, you really do. And there is a magic, a unique magic about Ireland, which is totally irresistible. En veel Ierse folklore was er vandaag. Maar toch, ook de prins zal de komende 4 dagen nog genoeg oud zeer tegenkomen. Zoals morgen, wanneer hij de plek bezoekt waar zijn geliefde oud-oom Lord Mountbatten omkwam. Door een IRA-bom.
Ja, of je er nu van houdt of niet, je kunt er niet omheen. De halve finale van het Eurovisie Songfestival. Vanavond is die in Wenen. Treintje, haar lied en haar outfit. Het is erop of eronder. Ik ben de stadmaler. Ik male in Wien aan plaatsen waar het mij zeer aanspreekt. En dan moet je vandaag hier zijn, bij de Wiener Stadthalle. Waar fans zich verzamelen voor de eerste halve finale. Dit stond echt op mijn bucketlist. Ik dacht, dit moet ik echt een keer gedaan hebben in mijn leven. Dus. Ja, heel veel zin. Hartstikke spannend wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Why? Why, yeah, yeah, de fans zingen het mee, maar er zijn ook twijfels. De verwachting is dat een finale plek kantje boord wordt. Ik hoop het echt, jongens. Ik ga echt mijn best doen, maar je hebt het gewoon niet in de hand. Die voorspellingen, kijk je daar nog naar? Nou, ik kijk er nu niet meer naar, nee. En weet je, je weet het niet. Ik kan daar echt geen pijl op trekken. Want ik zit nu in de zaal te kijken naar de anderen en dan denk ik, hè, dat had ik er niet achter gezocht. Als je de videoclip ziet en je ziet op het podium of je hoort ze live. Het is toch echt een momentopname van hoe goed presteer je op dat moment. Nou, volgens mij maakt het wel een kans om naar de finale te komen. En ik verwacht ook wel een heel groot feestje. Ik had gekeken wat voor landen er vanavond, zeg maar, in de meedoen. En ik heb wel het idee dat ze wel doorgaat naar de finale. Ja. Oeh, ik hoop het wel! Ik hoop het wel! Ja. Finished? Just finished. Zeer schön geworden. Ja. Dank je. En in Wenen is Nick Renoy. Heeft iedereen er dus echt een beetje vertrouwen in dat Treintje het gaat halen? Nou ja, de Nederlandse fans natuurlijk wel, hè. Die zijn hier allemaal heel enthousiast. Op dit moment worden alle 10.000 mensen hier in de grote stadhallen in Wenen opgewarmd met een eindeloze songfestival medley die duurt tot aan de aanvang om 9 uur. Ja, en dan worden er 16 liedjes gezongen en uiteindelijk gaan er maar 10 door naar de finale. Nou, deze fans maken het allemaal niet zo uit, die hebben wel plezier. De voorspellingen zijn Treintje allemaal niet zo gunstig gezind. De journalisten doen bijvoorbeeld een poll vooraf. 500 zijn dat er bij elkaar uit alle landen. Nou, daar eindigt Treintje net rond die 10e plaats. De kans bestaat dus dat ze dus wel net doorgaat of net niet doorgaat. De wetkantoren, die ook altijd voorspellingen doen, die zijn nog minder positief eigenlijk. Die zetten Treintje op de allerlaatste plaats. We moeten afwachten of ze vanavond hier op het podium zo goed zingt dat ze wel die stemmen uit Europa krijgt en misschien toch die finale nog kan bereiken voor Nederland. Nick, dankjewel. Ja, natuurlijk horen bij het Songfestival ook de clichés, zoals het steenkolenengels van de presentatrice en de wapperende vlaggetjes in de green room. NOS op 3 heeft daarvoor een speciale cliché bingo kaart gemaakt. Het werkt heel simpel, streep de clichés door en wie het eerste kaart vol heeft, roept bingo. En de kaart die is te vinden op onze site. En we hebben nog iets meer dan een half uur om die bingo kaart erbij te pakken, Peter. Ja, ik heb daar wel zin in. Ik ga zeker meedoen. Wat ook trouwens heel leuk was, je had vandaag bingo kunnen spelen met het weer, want er was zo verschrikkelijk veel te zien. Strak blauwe luchten, maar ook onweer, hagel en onder andere hier in Scheveningen dit alles in één plaatje gevat. Maar een stukje verderop hier in Sliedrecht, zogenaamde mammatusbewolking, zie je niet zo vaak. Dus als je dat had, was je bingo kaart snel vol. Heel erg dreigend en het gaf wel aan dat er op veel plaatsen behoorlijk wat hagel en onweer viel. Die buien die zien we ook terug op de radarbeelden van vanmiddag. Op dit moment worden de buien al wat minder, maar hier bijvoorbeeld in het rivierengebied, daar gaat het toch nog wel eventjes flink tekeer. En vanavond dan zullen er verspreid over het land van tijd tot tijd nog wel wat buien gaan vallen. Nou, vannacht wordt dat langzaam wat minder, krijgen we in het binnenland wat opklaringen. Dat daalt de temperatuur naar zo'n 6 tot 8 graden. In de kustgebieden daar kan nog wel een klein beetje regen voorkomen. Een paar buien kunnen daar vallen en dat bij een west- tot noordwestenwind, windkracht 3 of 4. Gaan we even kijken naar het noorden van het land morgen. Daar is het op de Wadden redelijk droog, 12 graden, niet zo warm dus, stevige wind uit het noordwesten. In de ochtend wat buien in het westen van het land, die trekken naar het oosten toe en daar worden ze ook wat feller. Misschien een klein beetje hagel of onweer in het noordoosten van het land. Meer van dat krijgen we in het oosten van het land, in Twente en Overijssel. Een aantal buien met regen, hagel en onweer. In het westen krijgen we 's middags alweer wat opklaringen. En datzelfde geldt ook voor Zeeland. 's Ochtends wat buien, 's middags opklaringen. En tegelijkertijd krijgen we dan juist in het zuidoosten een paar buien met hagel en onweer. Nou, dat gaat wel langzamerhand wat beter worden. Donderdag hebben we een enkel buitje nog, 17 graden. Daarna wordt het droog en gaat de temperatuur wat omhoog.
En dit was het NOS Journaal met als belangrijkste nieuws. De Belastingdienst schrapt 5000 banen, een kwart van alle werknemers. Door automatisering zijn er minder mensen nodig, zegt de Belastingdienst. En straks in Nieuwsuur onder meer dus een gesprek met Saskia Stuyveling van de Algemene Rekenkamer over de bezuinigingen bij de AIVD om 10 uur op NPO 2. Fijne avond. Je kan zoveel kanten op met dit liedje. Ik denk toch dat Treintje niet heel erg veel spektakel nodig heeft, omdat ze zo'n goede zangeres is. Het is wel heel erg in de waai. Om 9 uur de eerste halve finale met Treintje. Maar nu eerst op weg naar het Songfestival, naar de ster. Gaat Treintje het halen? We beschouwen na met Birgit Lewis, Shirma Rouse en Bert van der Veer. En D66 komt met nieuws in het Fuck de Koning-debat. Het gesprek van de dag, vanavond bij Pauw, VARA, NPO 1. Een verschil aanstaande tussen... Ja. Oh, is het, kan het nog? Ik weet hoe dat gaat in talkshows, hè? Ze lopen altijd uit. Doe maar. Nu op NPO 3, First Dates. Op het begin van de avond. Ik ben op zoek naar tenminste een 7. Dat is wel een beetje lastig om een bepaald onderwerp te vinden.